mijn gemak bij zitten. Zo. Dit filmpje is geen vlog. Het is een aankondiging meer. Ik ben aan het haken aan een serie. De herfstschaal. Ik maak allemaal tutorials. De een wat langer als de ander. Met allemaal dingetjes die je op een herfstschaal kunt leggen. Sommige tutorials zijn echt maar heel kort. Dat zei ik al, hè? Kort en lang. En afwisselend met dingetjes. Ik heb hulp gekregen van Myrthe van Handwerkles. Zijn Handwerkles is ook een YouTube kanaal met Nederlandstalige tutorials. Die zijn uitstekend, vind ik, is mijn mening. En omdat één onderdeel filmen, dat lukte mij gewoon niet. En toen heb ik contact met Myrthe opgenomen van, mag ik naar jouw tutorial verwijzen en daarna uitleggen wat je ermee kunt doen. Klinkt heel cryptisch, maar dat zie je dan in die bepaalde aflevering wel. Ik wil die tutorials vrij snel achter elkaar uploaden. Want ja, de herfst, volgens mij is hij nu echt begonnen. Dus het wordt tijd dat we daar iets mee gaan doen. Vind ik! En het is zo leuk allemaal. Wat je ervoor nodig hebt, zijn restjes. Ik gebruik allemaal restjes katoen. Ik heb hier een doos. Kijk, allemaal restjes. Van alles wat. Hele kleine bolletjes die ik van de Ila box over had. Grote bollen van Hobby. Hier een hele bol. Die heb ik trouwens niet aangesproken hoor, maar die had ik hier wel tussen gedaan. Echt van alles wat gebruik ik. Maar wel allemaal katoen. Jij hoeft dat niet te doen. Gebruik het garen wat jij wil. Ik denk wel, hoe fijner het garen, hoe beter het uitkomt. Maar ook dat is aan jou. En je hoeft er ook geen herfstschaal van te maken. Je kunt een herfsttafel maken. Ik heb bijvoorbeeld ooit in een huis gewoond en er was een erker met een hele brede vensterbank. En daar had ik een seizoenentafel op gemaakt. En ja, dat wisselde dus per seizoen. Dat kan. Je kunt er losse dingetjes van gebruiken voor andere projecten. Echt superleuk. Ik kan een paar voorbeeldjes geven. Ik haak bijvoorbeeld een spin. In de eerste tutorial komt een spin. Nou, ik vind het superleuk. Ik haak eikenblaadjes, paddenstoeltje, noem maar op. Van zulke soort dingetjes, weet je wel. Die gooi ik dan op z'n vonnis op een mooie schaal bij elkaar. En hop, von heeft een herfstschaal. Ik doe altijd maar wat. Maar ik weet zeker dat jullie daar gewoon echt iets heel moois mee kunnen maken. Echt. Ik heb al eens gezien hoe iemand dan mijn narcissus gebruikte op een lenteschaal. Prachtig, echt zo keurig. Maar ja, dat kan ik dan weer niet zo keurig, hè? Dat weet je. Maar dit is dus de aankondiging dat het eraan zit te komen. En snel. En ook iedere aflevering komt snel. Je kunt het zien als een crochetalon, maar dat hoeft dus niet. Je kunt zeggen van nou, Von, die eikenblaadjes, ik vind er niks aan. Nou, dan doe je die gewoon niet. Hartstikke goed. Helemaal prima. Wil jij echt herfstkleuren gebruiken? Helemaal goed. Maar zeg jij, ik wil er een fantasieschaal van maken en je gaat roze blaadjes maken en paarse blaadjes en blauwe blaadjes en noem maar op. Prima. Gewoon lekker doen. Maak er je eigen ding van. Ik hoop dat jullie er inspiratie uit opdoen. Dat jullie er heel veel plezier aan gaan beleven. En ja, ik weet nog niet precies hoeveel afleveringen er komen. Ik denk een stuk of 7 of zo. Dat weet ik nog niet precies. Maar 7, 8, zoiets. En ja, snel achter elkaar. Dus heel veel haakplezier, kijkplezier. En ja, vooral wat Siem altijd zegt, hè. Geniet. Echt geniet. Dan zie ik jullie graag terug bij die serie, bij deel 1 en ja, hopelijk ook deel 2 dan en zo en de rest. Dus graag tot dan.
heel veel plezier.